Ikzelf stik hier wel bovenuit, maar ik zal het even naar beneden doen. Dames en heren, van harte welkom op deze avond. Ik zal jullie hier zeker niet lang bezighouden. Even gewoon een kort woordje over het Centrum voor Turkse Studies. 2 jaar geleden ongeveer zijn wij opgericht vanuit het gebrek aan een onderzoekscentrum naar Turkse taal, cultuur, geschiedenis en hedendaagse maatschappij aan de Universiteit Gent. Heel lang is onze universiteit al bezig met de studie van allerlei talen en culturen, maar dat was niet het geval voor een taal en cultuur die hier toch sterk aanwezig is in België, in Vlaanderen en zeker in onze stad Gent. Waar houden wij ons mee bezig? Onze werking bestaat uit 3 pijlers. Eerst en vooral het academisch onderzoek, hoogwaardig onderzoek in verschillende vakgebieden, dat kan geschiedenis, archeologie, economie, politieke wetenschappen, taalkunde enzovoort zijn. Ten tweede het onderwijs, waar we een toenemend aantal vakken en vakkenpakketten kunnen samenstellen rond Turkse taal en geschiedenis. Ook onder meer doordat de opleiding vertaler tolk integreert in de universiteit. Daarover straks meer door mevrouw Godijn. En ten derde, en dat is het belangrijkste voor deze avond, onze rol van maatschappelijke dienstverlening. Wij proberen dus met het centrum, ook in samenwerking met anderen, een aantal activiteiten elk jaar te organiseren die een aspect van deze Turkse taal, cultuur en geschiedenis, en nu op dit moment ook cultuur, de muziek specifiek, in het voetlicht willen zetten. Wij werken daartoe onder meer samen met het Yunus Emre Instituut, maar ook met een aantal partners uit de privé, verschillende patroonsorganisaties en ook met de Turkse overheid en uiteraard met allerlei andere verenigingen en instellingen die zich achter ons specifiek doel kunnen scharen. Ik ben blij dat u hier toch relatief talrijk aanwezig bent deze avond. Ondanks de aangekondigde weer, hinder en calamiteiten, sneeuwstormen die ons waarschijnlijk nog te wachten staan. Maar het is duidelijk dat het hier warm is en gezellig in deze zaal. En als we volledig ingesneeuwd zijn tegen een beetje later, dan hebben we hier toch een interessant programma om ons verder mee te vermaken. Ik dank u allemaal voor uw aandacht, voor dit korte dankwoordje. Maar natuurlijk, het echte interessante, dat moet nu nog volgen. Dank u wel. Dames en heren, beste genodigden, ook op mijn beurt van harte welkom. In de lente van 2005 voerden we met enkele collega's van het toenmalig departement vertaalkunde de eerste gesprekken over een mogelijke invoering van een volledig curriculum Turks in onze academische opleidingen tot master in het vertalen, in de tolken en in de meertalige communicatie. Eind 2005, na akkoord van de departementsraad en de hogere instanties, werd de beslissing genomen om te starten met de nieuwe taal in het eerste jaar bachelor van het academiejaar 2006-2007. Er waren verschillende redenen voor deze beslissing. Turkije, met zijn 70 miljoen inwoners en een jonge populatie, vormt een enorme en dynamische afzetmarkt voor bedrijven uit binnen- en buitenland. Die bedrijfswereld heeft nood aan hoogopgeleide vertalers, tolken en meertalige communicatoren. Turkije klopt aan de deur van de Europese Unie en de Europese instellingen en organisaties zijn op zoek naar hoogopgeleide mensen die allerlei vormen van meertalige en interculturele communicatie vlot en correct kunnen laten verlopen. Turkije
is voor het Westen een deur naar het Oosten en vice versa. Ook dichter bij huis vonden we argumenten om de Turkse taal en cultuur als volwaardig curriculum te voegen bij de al bestaande talen van toegepaste taalkunde Gent. Met deze bijkomende taal wenst de faculteit zeker Vlaamse jongeren aan te trekken met zin en passie voor Turkije en de Turkse taal. Maar in Vlaanderen, en specifiek in Gent, leeft een grote Turkse gemeenschap. De jongeren van de tweede en derde generatie en hun ouders zijn op zoek naar opleidingen met toekomstmogelijkheden. Turkse jongeren met talent voor talen krijgen hier de kans hun thuistaal te valoriseren. Een tweede vreemde taal, Engels, Frans of Duits, en het Nederlands verder te ontwikkelen. Tot zij specialist worden in het tolken, in het vertalen of in de meertalige communicatie. Ten slotte, als laatste argument wellicht, is toegepaste taalkunde Gent de eerste en de enige universitaire talenopleiding met Turks in volledig curriculum in Vlaanderen en Nederland. In onze faculteit zijn Spaans, Italiaans, Russisch en Turks, of Turks, het is een keuze, te combineren met Engels, Frans of Duits. Daarbij is en blijft Nederlands de basistaal. De studenten bestuderen niet alleen de taaltechnische aspecten van de talen en disciplines van hun keuze, maar ook de culturele en interculturele aspecten verbonden aan de talen en taalgebieden. Dit laatste wordt verder gestimuleerd door de deelname aan het Erasmus-project in het derde jaar bachelor. Elke student gaat verplicht een semester naar het buitenland om een ware taal- en cultuurbad te beleven. Dit verblijf blijkt telkens een heel grote verrijking. Niet alleen voor de kennis, maar ook voor de hele persoonlijkheid van elke student. Behalve de taalvakken biedt de opleiding ook een aantal algemene vakken. De themavakken eigen aan de wetenschappelijke discipline van toegepaste taalkunde en taaltechnologische vakken. Tijdens de economische missie naar Turkije enkele weken terug, met de steun en de aanwezigheid van prins Filip en prinses Mathilde, hebben Serdakaya, praktijkassistente en uw gastvrouw vandaag, en ikzelf kunnen vaststellen dat onze beslissing om Turks toe te voegen aan onze waaier van talen een zeer goede beslissing was. Vele bedrijfsleiders in Vlaanderen breiden uit naar Turkije. De Turkse bedrijfsleiders zijn geïnteresseerd in België en in Vlaanderen. Om hun activiteiten te ondersteunen, volstaat tweetaligheid niet. Hier zijn mensen nodig die op de hoogte zijn van terminologische en taalkundige aspecten van de communicatie. En bovendien de gangbare conventies en handelingen binnen de verschillende bedrijfsculturen. En dat ze die beheersen. Vanaf volgend academiejaar verlaat de faculteit toegepaste taalkunde de Hogeschool Gent en integreren de opleidingen de Universiteit Gent als vakgroep vertaalkunde en meertalige communicatie binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Samen met het Centrum voor Turkse Studies, Jan u daarnet heeft voorgesteld, en die mede door twee collega's van toegepaste taalkunde, Johan van de Wallen en Frank Kaastekker, is opgericht in mei 2011, wensen we de Turkse taal en cultuur door middel van onderwijs en onderzoek de uitstraling te geven die ze verdienen. Ik dank u voor uw welwillende aandacht. Intermezzo. We gaan zo dadelijk luisteren naar twee Turkse
Turkse volksliederen, namelijk Haydar Haydar en daarna naar Kaytağı, jullie gebracht door İskender Arıcı. Thank you.
Dajandar, Iyak Shandar. Goedenavond, dames en heren. De prachtige muziek van Iskenderbey heeft jullie al in Turkse sfeer gebracht. Nu nodig ik jullie graag uit op een reis doorheen de wonderwereld van de Turkse taal, de muziek van de Turkse taal. Ik zal het in de lezing hebben over een definitie van het Turks, daarna de structuur, schrijfwijze, woordenschat van de taal en tenslotte zeg ik iets over het hedendaagse Turks. De rode draad doorheen mijn lezing vormt de klinkerharmonie, het muzikale aspect bij uitstek van de Turkse taal. Het Turks, wat is het Turks? In een beeld dat ik van internet geplukt heb, wordt de Turks als volgt voorgesteld: onze taal is gemakkelijk te leren, is de taal van een beschaving, heeft een rijke woordenschat en één van iedere 22 personen op de aarde spreekt het. Nu, de aarde telt 7 miljard bewoners, dat zou neerkomen op 320 miljoen sprekers van het Turks. Ook de voorzitter van de Türk Dil Kurumu, het Turkse Taalinstituut, heeft het over een aantal van 220 miljoen. Dat is ongeveer dezelfde grote orde. Is het wel belangrijk te zien hoe hij dat formuleert. Indien we het Turks, dat samen met zijn dialecten door 220 miljoen mensen gesproken wordt, net als het Chinees, het Arabisch en het Hindi, als één taal beschouwen, dan is het de vijfde taal op de wereld qua aantal sprekers. Het Turks krijgt dan de plaats die het hier in dit lijstje heeft, na het Chinees, het Hindi, het Spaans, het Engels, komt het Turks juist voor het Arabisch. 220 miljoen mensen spreken Turks. Waar wonen die? In een gebied vanaf Europa tot Noordoost-Siberië. Maar we zien dat de Turkse dialecten nogal talrijk zijn. Er worden hier 25 verschillende taalsystemen vernoemd. In Turkije bestaan er twee visies over die talenrijkdom. De ene zeggen dat het gaat om één taal opgesplitst in reeks dialecten, Türklehçeleri. Volgens anderen is het dan weer een familie van talen, de Türk Dilleri. Gaat het om dialecten van één taal of om afzonderlijke talen? Om dat te onderzoeken gaan we naar McDonald's. De kinderen bestellen een Happy Meal en daar zit een gebruiksaanwijzing bij in bijzonder veel talen, onder andere het Nederlands, het Turks en het Azerbaidjaans. Met het speelgoed niet op gezichten richten en niet op gezichten schieten, staat er in het Nederlands. In het Turks, oyuncakla yüzlere doğru hedef almayınız ve yüzlere doğru atış yapmayınız. In het Azerbaidjaans, oyuncakla sıfatlar hedefe götürülmemeli ve sıfatlara atılmamalıdır. We kijken naar het laatste stukje, niet op gezichten schieten. Yüzlere doğru atış yapmayınız. Maar in het Azerbaidjaans gebruikt men sıfat. Sıfatlara atılmamalıdır. Nu, sıfat betekent in het Azerbaidjaans gezicht, maar in het Turks van Turkije betekent dit bijvoeglijk naamwoord adjectief. Dus het Turk van Turkije begrijpt het als je mag niet schieten op de adjectieven. Er is een verschil in spelling en in woordenschat tussen die taalsystemen. Ook de uitspraak verschilt, onder meer door andere klinkerharmonie, daar hebben we het begrip opnieuw, andere assimilaties. Laten we de vertaling nemen van de zin: uw schapen zijn op de brug achtergebleven. Tegen een Turkse herder zeg je: sizin koyunlarınız köprünün üstünde kaldı. Tegen een Turkmeen zeg je op het eerste gezicht ongeveer hetzelfde, maar het klinkt wel heel anders. Ik moet gaan lispelen. Sizin koyunlarınız köprünün üstünde kaldı. En een Oezbeek zal het horen als sizning koylaringiz koperikning ustida kaldı. De taalsystemen verschillen op het vlak van uitspraak, spelling, woordenschat en grammatica. Ze zijn elk gestandardiseerd, ze hebben elk hun eigen grammatica's, eigen woordenboeken, spellingsgidsen en hebben een officiële status verleend.
basis daarvan kunnen we zeggen dat het verschillende talen zijn, die echter wel behoren tot een heel uitgebreide, zeer rijke taalfamilie van ongeveer 40 talen volgens etnoloog. In het Engels maakt men een duidelijk onderscheid. Je hebt de Turkish language, de taal gesproken in de Republiek Turkije, en de Turkic languages, de taalfamilie waartoe die taal behoort. Etnoloog rangschikt de talen volgens het aantal sprekers, maar gaat daarbij uit van het gebruik van de taal als spreektaal en moedertaal. En daar staat de Turks op de 14e plaats met 67,7 miljoen sprekers. Het Nederlands staat op de 41ste plaats. We merken dat Azerbeidzjaans-Turks niet samengeteld wordt met Turkije-Turks. Maar ook nu staat het Turks nog voor het Arabisch, want daar worden de spreektalen opgesplitst. De structuur van het Turks. Turks heeft twee heel belangrijke kenmerken, agglutinatie en klinkerharmonie. Turks is een aankleeftaal, een agglutinerende taal. Dat betekent dat je vertrekt van een stam, je voegt daar een suffix aan toe, en nog een suffix, en het gaat zo verder. Zo maak je heel lange woorden. Hier verschijnt Atatürk, die zal nog verschijnen in de lezing. Op 10 november wordt het overlijden van Atatürk herdacht. En vind je in de kranten krantenkoppen zoals hier. Büyük Atatürk, urben tede kalbimiz desin. Groot Atatürk, ook in de vreemde ben je in ons hart. Kalbimiz desin. Kalb betekent hart, kalbimiz, ons hart, kalbimiz de, in ons hart, kalbimiz desin. Je bent in ons hart. Vroeger waren kranten min of meer verplicht om dergelijke foto's op hun voorpagina te zetten. Nu valt die verplichting meer en meer weg, waardoor het oprechter gebeurt. Op 19 mei waren er traditioneel grote manifestaties voor de jeugd. En toen zag men de slogan, Isin Deyiz, weer volledige zin. Wij volgen jouw voetspoor, we zijn in jouw voetsporen. Voetspoor jou in, we zijn. Turks heeft klinkerharmonie als tweede belangrijk kenmerk. Dat komt erop neer dat de klinker van een lettergreep bepaald wordt door de klinker van de vorige lettergreep. Er zijn twee types veranderlijke klinkers die we kunnen voorstellen door een asterisk of een dubbelpunt. En afhankelijk van de vorige klinker die je centraal ziet, kan je bepalen of die asterisk A of I moet worden, dat dubbelpunt U, U, I of U. Het heeft als gevolg dat de suffixen veranderlijke klinkers hebben die de kenmerken achter, voor en ondergrond grond overnemen van het woord waaraan ze gevoegd worden. Nu, dat is nogal een technische uitleg. Je kunt het ook anders voorstellen. Het gaat over de klinkers A, E, O, U, achterklinkers en N, I, E, U, voorklinkers. De ene stemmen voor in het groen, de andere in het rood. En dan gedragen de suffixen zich als chameleons. Als een chameleon zich op een groene plant gaat zetten, dan wordt die groen. En iedere chameleon die in aanraking komt met die eerste chameleon, wordt ook groen. Zo heb je het groene woord park, betekent park. En als je daar de vier suffixen aan toevoegt die hier voorgesteld zijn, wordt dat park larmes dassenes. Jullie zijn in onze parken. Ze worden allemaal groen. Hetzelfde voor een andere kleur. Het woord L heeft een voorklinker, is een rood woord. Daar worden alle suffixen rood. Emlerimis decimis. Jullie zijn in onze huizen. Wanneer we dit op niveau van een tekst bekijken, zien we de werking van de klinkerharmonie hier. Zijn alle klinkers aangeduid? De eerste regel van de klinkerharmonie zorgt ervoor dat woorden ofwel allemaal voorklinkers hebben, ofwel allemaal achterklinkers. Het hele woord is rood of het hele woord is groen. En je ziet dat er maar twee woorden in die tekst daar een uitzondering vormen. Het is nog geraffineerder. Er is een tweede regel die ervoor zorgt dat geronde klinkers voorafgaan aan ongeronde klinkers. De geronde hebben hier vetjes voorgesteld, donkerrood, donkergroen. En de ongeronde, lichtrood, lichtgroen. En je ziet dat eerst de donkere kleur komt.
komt en dan de lichtere kleur. Enkel het woord radio vormt hier een uitzondering op. Dit zorgt voor een eigen melodie van het Turks, voor een eigen muzikaal karakter. Laten we even terugkeren naar die agglutinatie. We hadden al voorbeelden. Je bent in ons hart met een zelfstandig naamwoord. Ook bij het werkwoord doet zich agglutinatie voor. En de suffixen die je hier van boven naar beneden ziet staan, die kunnen allemaal aan de werkwoordstand komen. Laten we een cartoon bekijken. Gece beni uyutmadınız, şimdi de siz uyuyamayacaksınız, zegt de man. Gece beni uyutmadınız. Vannacht mij uyut laten slapen, uyutmadı voltooid tegenwoordige tijd, uyutmadınız, jullie hebben niet laten slapen. Vannacht hebben jullie mij niet laten slapen. Şimdi de siz uyuyamayacaksınız. Uyu slapen, uyuyama niet kunnen slapen, uyuyamayacak zal niet kunnen slapen, uyuyamayacaksınız zullen niet kunnen slapen. En dit is doodgewone taal die kinderen in de kleuterklas begrijpen. Het Turks is in staat bijzonder lange woorden te vormen, zoals Tsjechoslowakia de la strava de klarmes dan nog immers is een vraag, is maar één woord. Bevat 11 suffixen. Schijnt het dat u één bent van degenen die wij niet hebben kunnen ver-Tsjechoslowaaksen? Dit is als langste woord in het Guinness Book of Records terechtgekomen. Ik moet erbij vertellen dat er een spellingsfout zit in het woord. Het is een typisch Turkse spellingsfout. De m mag je niet vastschrijven. Dus eigenlijk was het woord korter, maar bij het Guinness Book of Records hebben ze dat nooit gemeten. Ondertussen is het woord er alweer uit, want Tsjechoslowakije bestaat niet meer. Een allusie op dat langste Turkse woord. Siz hala Toyotalı Laştrava'da klarmızdansınız. Bent u nog steeds iemand die we niet hebben kunnen voorzien van een Toyota? De vervoeging van het Turkse werkwoord in een schoolboek, hier Orta Okul Ikinci Sınıf, tweede middelbaar, ziet er indrukwekkend uit. 29 vakjes in het schema, 172 vervoegde vormen, met alternatieven 199, dus ongeveer 200 vormen. Vergelijken we dit met een morfologisch heel rijke taal zoals het Frans, de Bechelel, dan hebben we 17 vakjes met 96 vervoegde vormen, ongeveer de helft van het Turks. Maar in het Turkse schema stonden enkel de combinaties van de onderste rode kaders. Met die bovenste suffixen werd geen rekening gehouden. En je ziet rechtsonder 144 staan. Dat wil zeggen dat er 144 mogelijke combinaties zijn van die suffixen. Ik heb het dus nagegaan voor de mek slaan. Je kunt niet 144 zinnige werkwoordstammen afleiden, maar 60, dat gaat al. En iedere van die 60 werkwoordstammen heeft 200 vormen. Dus dat komt op 12.000 vormen van één werkwoord. Eén van die 12.000 is een woord zoals de wüstrulemje binnenjeklemisch. En iedereen die Turkstalig is, die begrijpt dat. Het is complex. Het schijnt dat ze er misschien niet zo toe aangezet kunnen worden om elkaar te slaan of om met elkaar te vechten. Turks is hersengymnastiek van de eerste orde. Laten we eens kijken naar de structuur van de Turkse zin. We hadden het zojuist over het Turkse woord. En daarvoor gaan we te raden bij asterix en oborix. Oborix komt van het woord obor, gulzig, in het Turks. Ze wandelen door het bos. De aandacht van oborix wordt afgeleid door de knappe farfara. En hij loopt een boom omver waarin de druïde panoramix marentakken aan het verzamelen is. En dat ontlokt aan de druïde de volgende zin. Pestorus oborix, artık ökse otu toplamak için çıktığım ağaçları demirerek mi eğleniyorsun? Nu is het genoeg, oborix. Amuseer je nu door de bomen waarin ik klim om marentakken te verzamelen, om ver te gooien? Als we de Turkse zin vergelijken met de Nederlandse zin, dan zien we dat niet alleen de boom omgevallen is, maar de volledige zinstructuur is omgevallen. Amuseer je door de bomen om ver te gooien, waarin ik klem om marentakken te verzamelen.
Let bijzonder op het werkwoord. Het werkwoord staat in het Turks altijd achteraan. In het Nederlands komt het op de eerste of de tweede plaats. En dat leidt tot grote problemen voor simultaantolken. Zeker als ze Recep Tayyip Erdogan moeten tolken. Want Erdogan, de Turkse premier, houdt van heel lange volzinnen met het werkwoord op de allerlaatste plaats. Moeten ze dan wachten? Moeten ze een hok doen? Daar bestaan specifieke technieken voor. Als derde punt de schrijfwijze van het Turks. Tot 1928 werd het Turks geschreven in het Arabisch schrift. En dit is de voorpagina van de krant Milliyet, die nog altijd bestaat. Milliyet betekent nationaliteit. Dit Turks in Arabisch schrift wordt Ottomaans genoemd. Als ik die kop lees, dan zal iedere Turkstalige dit begrijpen. Bütün dünya ile konuşma başlayacağız. Evimizde otururken Avrupa'yı dağlarındaki konseri dinleyeceğiz. We zullen met de hele wereld leren praten. Terwijl we in ons huis zitten, zullen we luisteren naar een concert in de hoofdstad of in de hoofdsteden van Europa. Het gaat over de invoering van de radio. In 1928 vindt Atatürk dat het tijd is voor een alfabethervorming en zegt hij: vrienden, onze mooie, harmonieuze en rijke taal zal zichzelf tonen met de nieuwe Turkse letters. We moeten ons bevrijden van die onbegrijpelijke tekens die sinds eeuwen onze hoofden in een ijzeren frame gevangen houden. Met harmonieus verwijst hij naar de vocale harmonie, de klinkerharmonie. Er wordt een alfabet aanvaard op Latijnse grondslag. De E, U, J en J zijn geïnspireerd op westerse talen, zoals Duits, Frans en Engels. De C en de CCD krijgen een nieuwe functie als J en J. En dan worden drie nieuwe letters gecreëerd. De X, de zachte G die niet uitgesproken wordt, en de I zonder puntje, de doffe E. De Q, P en X worden niet opgenomen. Atatürk geeft 3 maanden voor de omschakeling. En in die periode, overgangsperiode, verschijnen de kranten gedeeltelijk in het oude en gedeeltelijk in het nieuwe alfabet. Hier heb je de krant Cumhuriyet, die ook nog altijd bestaat. Laten we eens als voorbeeldtekst voor het vervolg van deze lezing de bekende toespraak tot de jeugd van Atatürk nemen, die ook op de muren van zijn mausoleum Anıtkabir in Ankara in gouden letters is voorgesteld. Dit was de oorspronkelijke versie in 1927. En als ik de eerste zin lees, dan herkent iedere Turkstalige dit. Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Zo verschijnt de tekst na 1928. De vertaling van die eerste zin is O Turkse jeugd. Die eerste taak bestaat eruit de Turkse onafhankelijkheid, de Turkse republiek, tot in de eeuwigheid te bewaren en te verdedigen. In het nieuwe alfabet verschijnen alle klinkers. We nemen opnieuw die eerste zin en we translitereren die. We zetten de letters die je in het Arabisch schrift hebt gewoon over in het Latijns schrift en dan zie je dat veel klinkers ontbreken. Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Er komen slechts 17 klinkerkarakters in voor die vaak dubbelzinnig zijn. In het nieuwe alfabet verschijnen die klinkers allemaal. We hebben 40 klinkerkarakters. Doordat de klinkers verschijnen, kan nu pas de klinkerharmonie zichtbaar worden. Gevolgen van de alfabethervorming. Sommige gevolgen zijn positief, andere negatief. Het nieuwe alfabet en de nieuwe spelling is zeer gemakkelijk. De strijd tegen het analfabetisme vergemakkelijkt daardoor. De band met de Arabische en de Persische taal wordt doorgesneden. Die worden ook geschrapt als vakken op school. Volgens de ene is dat positief. Zij die de band met het verleden willen verbreken. Volgens de anderen, meer conservatieven, is dat negatief. Oude Turkse bibliotheken worden onleesbaar voor de nieuwe generaties. Er komt ook een verbod op het onderwijs.
Turks in het oude alfabet. Dat is weer voor de ene een positief feit. Zo raakt men af van die oude literatuur, die oude publicaties. Voor de anderen negatief. De oplossing bestaat uit heruitgaven in het nieuwe alfabet van oude werken, maar dan gaat men selectief te werk. Negatief punt is ook dat noteren in het nieuwe alfabet veel moeizamer gaat. Het oude alfabet was een soort steno. Een illustratie van die kritiek op de alfabethervorming is een uitspraak van professor Mehmet Çelik. Hij zegt: Yeryüzünde dedesinin mezar taşını okuyamayan tek millet biziz. We zijn de enige natie op aarde die de grafsteen van haar grootvader niet kan lezen. Niet alleen het alfabet is veranderd, de woordenschat is ook radicaal veranderd. In 1930 kondigt Atatürk een tweede hervorming aan, de taalhervorming. En hij zegt: de Turkse taal is een van de rijkste talen van de wereld. Ze hoeft slechts op bewuste wijze bewerkt te worden. De Turkse natie die erin geslaagd is haar territorium en haar verheven onafhankelijkheid te beschermen, moet ook haar taal bevrijden van het juk van de vreemde talen. Atatürk trekt een parallel met de bevrijdingsstrijd. Na de Eerste Wereldoorlog was Turkije bezet. En onder leiding van Atatürk bevrijdde het land zich op 30 augustus 1922 van bevreemde bezetters. Nu moet ook de taal zich bevrijden van bevreemde bezetters. We kijken naar Atatürk's eigen tekst, Toespraak tot de jeugd. Waar zitten die vreemde bezetters in die tekst? Dat zijn ze, in het rood. Allemaal woorden afkomstig uit het Arabisch en het Perzisch. 62% van de woordenschat van de tekst. Die moeten er dus uit. Het percentage is te vergelijken met het percentage Romaanse woorden in het Engels. Alsof iemand zou zeggen, alle Romaanse woorden moeten uit het Engels. Atatürk richt de TDK op, de Vereniging voor het Onderzoek van de Turkse Taal, die later Turks Instituut voor de Taal, Türk Dil Kurumu, genoemd wordt. En die moet de klus klaren. Het doel van de TDK is het Turkse karakter van de taal versterken. In 1934 levert de TDK haar eerste product af, Tarama Dergisi. Dergi betekent verzamelwerk. Tarama, dat is uitkammen. Turkse equivalenten voor Ottomaanse woorden. Men heeft honderden moderne en historische bronnen in het Turkije, Turks en andere Turkse talen uitgekapt. En ook over heel Turkije zijn dialectwoorden verzameld. Zo heeft men voor het woord şehir, dat uit het Perzisch afkomstig is en stad betekent, 7 mogelijkheden gevonden. Ofwel balık. En dat vond men bijvoorbeeld in de oude Mongoolse naam van Peking, Khan Balık, stad van de Khan. Of 2, Kent. Dat werd teruggevonden in Samarkand. Kant betekent stad. Kirmen was een andere mogelijkheid. Shar, de vierde. Tor, Toy, Turan. Iedere Turkstalige in de zaal kent het vervolg van dit verhaal. Enkel Kent heeft het gehaald. Maar laten we nu eens kijken naar het woord Shar, de vierde. Daaronder staan 2 hoofdletters, J-I. Dat zijn de afkortingen van Yunus Emre, de mystieke Turkse dichter uit de 13e eeuw. In zijn versen had men het woord şar, een verbastering van het Persische şehir, gevonden. Viran göndü meyledim şar, unculayın şar nerede var? Mijn verwoeste hart maakte ik tot stad, waar is er nog zo'n stad? Şar is zo'n boek van Persische oorsprong, maar ziet er wel minder vreemd uit, lijkt Turkser. Op 3 oktober 1934 is het zover. Atatürk houdt zijn eerste speech in zuiver Turks op basis van Tarama Dergisi, waarin we enkele voorbeelden bekeken hebben. En dat doet hij bij het bezoek van de Zweedse kroonprins Gustav Adolf aan Turkije. Dit is zijn tekst. Opnieuw zijn de vreemde bezetters aangeduid in het rood. Er blijven er nog 3 over op de volledige tekst. Dat is 2% vreemde woorden. Eigen namen en Frans, zoals Altes Royale, zijn hier niet meegerekend. Ja, zou je zeggen, het doel is bereikt,
De Turkse taal is zuiver. Maar er was een probleem. En ik zal één zin voorlezen. De Turkstaligen in de zaal zullen begrijpen wat het probleem was. Avrupa'nın iki bütün ucunda yerlerini belkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar. Onlar bugün en güzel utkuyu kazanmaya alıklanıyorlar. Baysal utkusu. Het is compleet onbegrijpelijk. Ook voor Atatürk was het onbegrijpelijk, want Atatürk had zijn tekst in het Ottomaans neergeschreven en aan een taalzuiveraar gegeven die dan de woordjes opgezocht had in Talaman Dergis'in. De basis van het probleem was dat Talaman Dergis te veel equivalenten gaf. 7 woorden voor Şehir en iedere taalzuiveraar gebruikte een ander woord. Ja, problemen moesten opgelost worden. Een jaar later had men een zakgidsje, Cepkelabuzo, met een beperkt aantal equivalenten per woord. En vele demata die ontbraken, die werden toegevoegd. Zo heb je bij Şehir maar 2 woorden meer. Şehir en Balı, wat het nooit gehaald heeft. Maar Şar van Yunus Emre duikt nog op in de term voor burgemeester Belediye Reisi, Şar Bay. Een nieuw fenomeen van het zakgidsje was dat de DDK begon zuiver Turkse woorden te verzinnen, vaak naar westerse modellen. Een voorbeeld daarvan is okul, school, wat volgens de taalhervormers afkomstig was van het werkwoord oku, studeren, met een suffix l, dat een plaats aangeeft, dus de plaats waar men studeert. Maar het woord was duidelijk geïnspireerd op ekol. Örgüt voor organisatie kwam zogezegd van een Turks werkwoord met betekenis breien, maar dat was geïnspireerd op organisation. En universel werd emrensel. Image werd imge door de A te laten wegvallen. Opnieuw leidde dat tot onbegrijpelijke taal. Atatürk zat daar enorm mee verveeld. Hij had zeer grote militaire successen behaald, maar zijn taalhervorming dreigde te mislukken. Hij zou toen gezegd hebben: we zitten in een straatje zonder eind, we kunnen de taal niet in die toestand laten, we zullen naar de natuurlijke weg terugkeren. En plots komt de redding. Een artikel van de Oostenrijker Herman Kwerkitsch. Die Oostenrijker heeft zijn artikel La psychologie de quelques éléments de langue turque genoemd. En als Atatürk dit leest, dan zegt hij: dat was het dat ik nodig had. Het vormt de basis voor Atatürk's eigen taaltheorie, de zonnetaaltheorie, Güneş Dil Teorisi. De zonnetaaltheorie wordt vanaf 1936 de officiële Turkse taaltheorie aan de Turkse universiteiten. Iedere taalkundeprof moet die theorie onderwijzen en moet publiceren over de theorie. De basisstelling van de zonnetaaltheorie is zeer spectaculair. Alle woorden van alle talen zijn via suffixen afgeleid van de Turkse wortel a, zon. En men vindt daar argumenten voor. Het Turkse woord gün, zon, het Russische agoy, vuur, het Latijn ignis, vuur, het Turkse werkwoord jan mak, branden, het Engelse zelfstandig naamwoord sun, zon, gaan volgens die theorie allemaal terug op de wortel a in het blauw voorgesteld, waarvan de klinker kan veranderen, waarvan de medeklinker ook kan veranderen, en hebben als tweede element een suffix met een in. In augustus 1936 wordt het derde congres van de Turkse taal in Istanbul volledig gewijd aan de zonnetaaltheorie. Daar zijn vermaarde Turkologen aanwezig, maar die uiten niet te vlug kritiek op de theorie van Atatürk. Er worden handouts uitgedeeld die bijvoorbeeld aantonen dat alle woorden voor God in heel gevarieerde talen teruggaan op de wortel A met een reeks suffixen. En interessant is dat Deus, het voorlaatste, en Dieu een verschillende etymologie krijgen, terwijl het laatste van het eerste is afgeleid. Ook de woorden voor water blijken terug te gaan op A en suffixen. En men beweert zelfs dat die suffixen een bepaalde betekenis hebben. Atatürk is gefascineerd door die theorie en hier zien we in zijn handschrift de etymologie van het Franse esprit, E-S-M-R-I-I-T,
Dus ga niet terug op spiritus, maar E-S-R-I. En humain en om wordt ook op een dergelijke manier verklaard. De logische conclusie is, aangezien alle vreemde woorden in het Turks toch van Turkse afkomst zijn, hoeven ze niet meer uitgezuiverd te worden. Einde taalzuivering. Vraagteken. Atatürk sterft op 10 november 1938. En er komt een abrupt einde aan de zonnetaaltheorie. Van de ene op de andere geven de taalkundeproffen aan de Turkse universiteiten andere taalkundelessen. De studenten vragen zich af wat is er gebeurd. En een prof heeft toen gezegd, als de zon ondergegaan is, hebben zij een theorie ook niet meer nodig. De taalzuivering die raast verder. 40 jaar na het overlijden van Atatürk werd nog een taalzuiveringsgidsje uitgegeven, in 1978. En je ziet een kolom met Arabische woorden en daarnaast Turkse equivalenten om ze te vervangen. Wanneer we de toespraak van Atatürk, oorspronkelijke versie, vergelijken met de nieuwe versie, oorspronkelijk 62%, dan zien we dat in een moderne gezuiverde versie nog 17% vreemde woorden voorkomen. En de helft van die woorden zijn het voegwoord en. Eindurkentje, die brintje was die fijn Turk, is die kleine Turkje, hoe je het niet in de bed om af en zou je dava het winter. Er zijn 3-4 woorden waarbij groene en rode klinkers gemengd zijn, die dus indruisten tegen de klinkerharmonie. In de nieuwe versie blijft er maar 1 woord meer over. Dat is het woord voor republiek, Cumhuriyet. Er komt meer klinkerharmonie in de taal door de taalzuivering. Nu tussen haakjes, men had dat 100% kunnen zuiveren, want voor Cumhuriyet was in het zakgeestje Cumhurluk voorgesteld. Wat allemaal groene klinkers geeft. En dan krijg je een uitdrukking waarbij alle woorden voldoen aan de klinkerharmonie. Toan Aksan heeft het onderzocht op basis van kranten. In 1931 was 65% van de woordenschat nog vreemd, van vreemde oorsprong. In 1982 30%. Het gehalte aan vreemde woorden in de krantentaal is gehalveerd. En zet je die gegevens uit in een grafiek, de blauwe grafiek, dan zie je, als we extrapoleren, dat aan dat tempo in 2050 totale zuiverheid in het Turks bereikt had kunnen worden. Dat is echter niet gebeurd, en dat komt straks. Gevolgen van de taalhervorming, positief. Na eeuwen is het Turks definitief los van het Arabisch en het Persisch. Het kan u vlot woorden volgen met eigen middelen. Positief volgens de ene, negatief volgens de andere. Naast de alfabetbreuk is er nu ook een woordenschatbreuk met het verleden. Oude werken moeten vertaald worden van het Ottomaans naar het moderne Turks. En dat doet men weer selectief. Negatief is het fenomeen lexical gaps dat ontstaan is. Begrippen waarvoor het Ottomaanse woord is geschrapt, maar waarvoor geen nieuw exact Turks equivalent is ingevoerd of aanvaard. Een positief punt, bilgi sayar, het woord voor computer, is een geslaagd neologisme. Betekent letterlijk kennisteller, bilgisayar. Voor de taalhervorming zou dat zeker hissabe geweest zijn, van de Arabische wortel hetsebe. Negatief, de Engelse Turkoloog Geoffrey Lewis noemt de Turkse taalhervorming een katastrofaal succes. Het was een succes, maar had katastrofaal gevolgen. Dat wordt ook verwoord door professor Mehmet Doğan. Synthetik Türkçe zihni işleyişimizi sekteye uğrattı. Het synthetische Turks heeft ons denken een infarct bezorgd. En dat begrijp je als je 2 woordenboeken naast elkaar legt. Links het woordenboek met de verouderde woorden, woorden die in Turks zijn moeten verlaten. En rechts de nieuwe woorden die geïntroduceerd zijn. Ja, je begrijpt wat het saldo daarvan is. Als laatste puntje het hedendaagse Turks. En vooral met het hedendaagse Turks zijn 3 ontwikkelingen belangrijk geweest. De militaire staatsgreep van 1980. De militairen schaffen de oude TDK af en installeren een nieuwe TDK met nieuwe prioriteiten. Voortaan worden geen Arabische en Persische woorden meer uitgezuiverd. De aandacht verschuift volledig naar de westerse leenwoorden. Inderdaad, de nieuwe uitdaging voor de TDK
vormen de massa's westerse leenwoorden die in de 20e eeuw de taal binnendringen. En dat leidt tot een verloedering van het Turks. Türkçemiz yozlaşı, ons Turks verloedert. En je ziet de woorden zoals manjak, bijbe, stop, oha, tjush. In 2008 geeft de nieuwe TDK een nieuw gidsje uit. Gids met equivalenten voor vreemde woorden. Nu zien we geen enkel Arabisch woord nog staan in de linkerkolom, maar wel woorden zoals walkman, web, webmaster, workout, workshop. Het accent is volledig verlegd. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de verkiezingsoverwinning van de AKP in 2002. De Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij van Erdogan. En sinds 2003 is Erdogan premier, sinds 2007 Gül president. Er wordt terug aangeknoopt met Ottomaanse tradities van voor Atatürk. Een voorbeeld daarvan is een recent initiatief van het Turks ministerie van Onderwijs in samenwerking met de stichting Hayrat. Er worden gratis cursussen Ottomaans ingericht in 900 centra voor volwassenenonderwijs over heel Turkije. En op de site van die stichting Hayrat kan je lezen: Osmanlıca'yı öğrenmek, öz yurdunda kendi kültüründe yabancı kalmış bir neslin vicdan muhasebesinde ecdadına ve tarihine karşı vadesi çoktan dolmuş bir fikir borcudur. Ottomaans leren is voor de huidige generatie die in haar eigen land van haar eigen cultuur vervreemd is, een intellectuele plicht tegenover haar voorvaderen en haar geschiedenis, een plicht die ze al lang had moeten nakomen. Ottomaans verschijnt ook op Facebook. Een pagina, Ecdadın Dili, Evladın Bilmediği Osmanlıca. Ottomaans, de taal van de voorvaderen, die niet begrepen wordt door de nakomelingen. Er staan leesoefeningen op Facebook. Facebook-gebruikers moeten dit omzetten in het Latijnse schrift. En dat is geen dan het antwoord, cursief. Maar eigenaardig of grappig daaraan is dat sommige woorden die nooit in het Ottomaans geschreven zijn omdat ze niet bestonden, zoals het verzonnen woord okul, nu ook in het Arabisch schrift terug, of in het Arabisch schrift verschijnen. Er wordt verwezen naar de actualiteit. Birinci oğlum bak git festivali. De Turkstaligen kennen dit. Dit verwijst naar een bekende clip op YouTube. Een incident met een straatveger die heel beroemd geworden is in Turkije, over wie een film gemaakt is nu. Ook cartoons krijgen een Ottomaanse versie. Hier heb je de Engelse versie. It's a beautiful day. I really want you to go outside and play. Op die manier is die cartoon verschenen in het Ottomaans. Hava çok güzel, haydi dışarıda oyna. Jammer, is dit fout. Want de Ottomanen blazen van rechts naar links. Dus moet je de plaatjes omkeren. Maar het klopt nog niet, want die deur gaat verkeerd open. In het stripverhaal moeten personen zich bewegen in de leesrichting. Dus moeten we de plaatjes spiegelen. En inderdaad, dat is ook een gangbare praktijk bij de uitgave van westerse strips in het Arabisch. Kuifje en de Zonnetempel, oorspronkelijke versie en Arabische versie. De plaatjes worden allemaal gespiegeld. Atatürk voerde in 1928 het Latijnse alfabet in. Wil Erdogan nu het Arabisch alfabet herinvoeren? Nee, zo'n vaart zal het maar niet gaan. Erdogan heeft het verbod opgegeven om Arabisch in Turks, om Turks in Arabisch schrift te onderwijzen. Een laatste ontwikkeling. Sinds de 60er jaren is er een Turks migratie naar West-Europa. En nieuwe generaties Turkse jongeren groeien op in een anderstalige omgeving. Dit brengt een fenomeen van code switching met zich mee, het mengen van talen. En dat zie je met alle westerse talen, Nederlands en Turks bijvoorbeeld. Op een Turks studentenforum werd de vraag gesteld: wat heb je gegeten op het feest? En Şaban Yed schreef: bugün ben spinazi yedim met sarımsaklı yoğurt en ervoor şehriye çorbası. Er was ook pilau met patates yemeği, maar hoe doe jij dit?
Vandaag heb ik spinazie gegeten met jodere tofu en ervoor vermicelli soep. Er was ook rijst met aardappelgerecht, maar dat heb ik niet gegeten. De combinatie Nederlands en Turks noemt men Neder-Turks. Of met een term die we te danken hebben aan Turkse leraar Recep Çürük, hier aanwezig in de zaal, Nürkçe. Het doet zich ook voor met het Frans. Een conversatie op Facebook. United Jalen, je suis un peu malade, Saint-Nassensen. Goedemorgen, beste, ik ben wat ziek en hoe gaat het met jou? Let niet op de verschrikkelijke spelling van het Frans. Parce que t'as mangé des frites au McDo, mort de rire, non, je rigole, Jalen. Dit is Michelson. Nee, maar. Moi, ça va, chiqueur. Dat je frieten gegeten hebt in McDonald's. Ik lig plat van het lachen. Nee, ik maak een grapje, mijn beste. Vlugge beterschap, met mij gaat het, godzijdank. Saal, jullie. Haha, jokkes. Mag totdat jij met de mamabira staat, friet jij mij niet, Jan, of ik mijn cousine. J'ai mal la tête à cause de mes allergies. Dank u, Roosje. Haha, nee, meisje, ik heb niet gegeten in de McDonald's, maar straks ga ik frieten eten met mijn nichtjes. Ik heb koppijn door mijn allergieën. En we eindigen de lezing met een Engels-Turks gedichtje. De combinatie English en Turkish noemt men Turklish, is de basis Turks, dan spreekt men van Türkilisje. Luister naar de muziek van de taal. Seviorum your eyes, çünkü onlar very nice. Bir kerecik look at me, sonra don't forget me. Kalbim tik tak for you, because I love you.
Zien we dat die
microtonen soms aangepast worden naar gelang de regio bijvoorbeeld, of zelfs